It looks lovely. It's really pretty. Lovely architecture. I like the fact that the glass is floor to ceiling and it's open. I like the fact that there's trees inside. It's quite green. It looks good. State of the art. Perth is really good. Nou, het zal mooi zijn als het ontwerpproces zo min mogelijk invloed meer heeft op de bouw. Kijk, je kan het gewoon bouwen nu, alles zit erin. Het ontwerpproces is eigenlijk afgerond en de eerste palen zijn hier geslagen, bijna de laatste ook. Aan de ene kant aan het uitheigen van een jaar heel hard werken om met heel veel mensen die pier voor elkaar te krijgen in de digitale wereld. En aan de andere kant enthousiast dat er nu echt iets gaat gebeuren en dat we dus vanaf hier binnenkort 400 meter pier hebben staan. Wat we nu aan het bouwen zijn, is een nieuwe pier voor Schiphol. Daarmee bereiden wij ons voor op de toekomst. Want we willen ook in de toekomst de passagiers en de luchtvaartmaatschappij op een goede manier afhandelen. Dat vraagt om extra capaciteit, dat vraagt om goede kwaliteit. Dat bouwen we met deze pier. En de pier is dan ook de eerste stap van de uitbreidingen die we voorzien. De belangrijkste uitdaging voor ons voor het werken op een airport is natuurlijk dat de dagelijkse operatie door moet gaan. Wij mogen niet in hun vaarwater komen. Dus we hebben continu met veranderende wensen te maken en die lossen wij hier op de bouwplaats op. Het ontwerp was heel erg de uitdaging van hoe kunnen we een gebouw maken wat heel erg van Schiphol is. Dat je weet, ik kom op Schiphol aan en het past in de natuur van Schiphol. Maar ook heel erg een nieuw elan heeft. Duurzamer, opener, prettiger voor de passagiers. En om die puzzel te maken hebben we heel erg moeten nauw samenwerken met alle verschillende stakeholders van Schiphol. Want dat gaat heel breed. Van externe partijen, zoals de luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en maar ook natuurlijk de interne gebruikers van Schiphol. Wij kijken vanuit het passagiersproces naar de A-pier. Dus we hebben functionele eisen omschreven hoe we de passagier op een logische manier eigenlijk gebruik kunnen laten maken van die pier. En intuitive wayfinding is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar we vinden het ook belangrijk dat passagiers gewoon in het zitgebied rustig kunnen zitten en zicht hebben op een boarding gate bijvoorbeeld. We weten dat de passagier behoefte heeft om last minute inkoop te doen op de pier. En daarvoor willen we eigenlijk zichtbare, toegankelijke winkels bieden. Wij zijn vanuit security en safety vooral verantwoordelijk geweest voor het waarborgen van de securitygrenzen binnen de pier. Daarnaast is het heel belangrijk dat de passagiers snel door het securityfilter heen kunnen. Dus wij letten erop dat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van security lanes en dat er ook voldoende security lanes worden geplaatst. We kregen natuurlijk een groot pakket aan eisen mee, die niet per se allemaal op elkaar pasten. Dus we hebben heel erg samen met verschillende gebruikersgroepen heel erg in detail door het gebouw gelopen om alles goed in te krijgen. Alle processen goed te faciliteren, de juiste materialen te selecteren, de flows in het gebouw goed te krijgen. En dat is een hele nauwe samenwerking geweest met heel veel mensen van de Schiphol-organisatie. En uiteindelijk is dat denk ik goed gelopen en komt er straks een pier die echt van iedereen is. Als je naar de artistenpresjes kijkt, dan denk ik dat we echt een heel mooi gebouw krijgen. Het ontwerp van de pier wordt prachtig en ik denk ook dat we trots mogen zijn op de samenwerking met alle stakeholders en de ontwerpers samen. Ik denk dat we een hele mooie open pier hebben neergezet, waarbij je dus eigenlijk door de hele pier heen kunt kijken. Er is veel licht binnen. Dus de passagier moet zich daar best comfortabel voelen.